Jeffrey Kauters, 27 juli 2022, 22:30 in het algemeen. De films zijn gebaseerd op de boekreeks met dezelfde naam van de Poolse schrijver Blanka Lipiska. De eerste film werd uitgebracht in 2020. Dit werd een groot succes dat al snel een tweede film kwam. Het derde deel wordt onlangs de volgende 365 dagen genoemd. Lipiska kondigde aan dat de opnames voor het derde deel al waren voltooid en dat het niet veel tijd zou doorbrengen voordat de film klaar was. Nu is een specifieke lanceringsdatum ook bekend. De volgende 365 dagen zullen in Netflix plaatsvinden vanaf 16 augustus. Het nauwkeurige verhaal is nog niet bekend, maar de volgende 365 dagen zouden het verhaal van het boek met dezelfde naam door de schrijver Lipiska moeten volgen. Laura is zwanger in het boek. Wanneer hij wordt neergeschoten, worden de beste artsen geroepen om zijn leven te redden. Haar man, het hoofd van de Siciliaanse maffia, moet de moeilijkste beslissing van haar leven nemen. U moet bepalen of u uw vrouw of een zoon van 16 augustus in Netflix wilt redden.